Hi guys, good morning en welkom bij een nieuwe video. In samenwerking met Elle Magazine en Dyson ga ik jullie vandaag meenemen in deze video, een Get Ready With Me video voor de feestdagen. Dus ik ga jullie mijn favoriete haarstijl tonen en daarvoor gebruik ik dus de Dyson Airwrap Multistyler. En het is dus een nieuwe limited edition kleur dat ze hebben uitgebracht, speciaal voor de feestdagen. En de kleur noemt Vinca Blue en ik vind het een heel mooie kleur. Het is zo'n beetje blauw-paarsachtig. En ik ga dus gaan voor eigenlijk Natural Waves. Dus omdat ik dat wel vaker doe met de Dyson Airwrap. En er zitten dus een aantal opzetstuks in die dat ik ga gebruiken in deze video. Dus één daarvan is waar dat we mee starten. De haardroger. Deze heeft dus het koala effect. Het zijn eigenlijk twee technieken in één. Dus hierdoor kan je je haar drogen. Als je dit inklapt, dan kan je deze gebruiken. Dit is de flyaway part. En dat zorgt er eigenlijk dus voor dat alle kleine haartjes gewoon mooi worden gladgestreken. Dit is de eerste stap. Nadien gebruik ik de smoothing brush. Hier komt eigenlijk lucht uit, dus dat droogt ook je haar. Maar maakt het ook gewoon extra glad, waardoor dat een heel mooie schijn krijgt. Een glans. Dan hebben we de föhnborstel. Hiermee maak ik mijn bangs af, dus dat die heel mooi zo vallen. En nadien hebben we de barrel. En deze gebruik ik om mijn krullen te zetten. En deze is heel efficiënt, omdat er dus... Vroeger bestond er dus twee van deze stuks, maar nu kan je deze gewoon aanpassen zo. Dus heel handig. Dus ik stel voor dat we eraan beginnen. Mijn haar is dus nat. Ik ben er net in de douche geweest. En ik ga nu mijn haar in twee stukken verdelen, omdat dat makkelijker is om mijn haar dus zo te drogen met de Dyson Airwrap. En ik ben uiteraard ook al bezig met mijn cadeautjes verzamelen voor iedereen. En onder andere denk ik dat dit toch wel een cadeau is dat ik ga geven aan mijn mama, omdat mijn mama ook heel veel bezig is met haar haar. En ja, ik denk zeker en vast dat ze dit ook geweldig gaat vinden. En ik vind het ook gewoon altijd leuk om cadeaus te geven die daar heel lang meegaan. Dus echt, ja, cadeaus die je kan blijven gebruiken. Dus ik ga nu beginnen met mijn haar te drogen. En dan ga ik alle opzetstukjes gebruiken om dus de perfect look te creëren. We beginnen dus met deze. En kijk hoe mooi. Ik vind hem echt heel mooi met dat roze ook. Ik ben mega fan van deze kleur. Dus we delen het haar in twee stukken. Ik heb mijn kamer ook al een beetje versierd in de Christmas vibe. Ik vind kerstmis echt heel leuk. Het is een van mijn favoriete dingen in het jaar toch. Ik ga mijn haar zo vastspelden. Ik kan de stand dus ook van de Airwrap aanpassen. Dus dit is eigenlijk de knop waarmee je hem aanzet. Links staat er een warmteregeling. Dus je kunt het ook kouder, gemiddeld warm zetten of heel warm. En dan staat er ook een ander icoontje. Dit is gewoon hoe hard dat hij blaast. Ik zet die altijd op het middelste of het hoogste, omdat ik heel veel haar heb. En dat het anders gewoon heel lang duurt eer dat het droogt. En hier zet ik het ook op het warmste. Deze gaan we straks gebruiken om dus mijn krullen mooi te zetten. En dat is dus de cool-down techniek en die toon ik straks. Ik heb net het eerste deel van mijn haar gedroogd. Het is nog niet helemaal 100% droog. En dat is dus omdat ik zo meteen de barrel ga gebruiken voor mijn waves. En het beste is eigenlijk bij de Dyson Airwrap dat 80% van het haar droog is en 20% nog een beetje nat is. Aangezien dat het daarom dan beter rond de barrel fit. En er komt ook lucht uit de barrel dat er eigenlijk voor zorgt dat uw haar volledig droogt en dus heel mooi een krul vormt. Ik ga zo meteen deze ook nog even gebruiken, de smoothing brush, dat mijn haar echt er helemaal smooth uitziet. Maar ik ga dus eerst nog het bovenste deel drogen, want het is nog nat. En dan kan ik beginnen aan mijn krulles.
Mijn haar ziet er heel gezond uit en shiny. Het heeft echt een heel mooie glans. En dat komt dus omdat de Dyson Airwrap dus niet boven de 150 graden gaat. En alles boven de 150 graden, dus tools, krultannen, is eigenlijk heel slecht voor je haar en dat beschadigt je haar ook. En daarom is de Dyson dus zo gezond om te gebruiken en gewoon heel gezond voor je haar. Het geeft heel veel glans. Ik vind het ook super efficiënt om mee te werken. En ja, het is eigenlijk gewoon een all-in-one. Dus daarom vind ik het zo makkelijk om te gebruiken. Dus ik ga nu een beetje olie opbrengen. Zodat mijn haar en mijn punten niet droog worden. En dan gaan we beginnen met de waves. En daarvoor ga ik mijn haar ook weer in twee delen opdelen. Dus de eerste kant dat ik ga krullen is deze kant. En ik heb daarom deze kant ook ingeschakeld. Zodat het wegdraait van je gezicht. Dat is dus ook de bedoeling. Heel belangrijk bij dit opzetstuk is dat je dus hem 10 seconden aanlaat, dan komt er warme lucht uit. En nadien moet je hem 5 seconden op het kouwen instellen, dus de knop naar boven blijven indrukken. Zodat eigenlijk de krul heel mooi valt en dus niet gaat inzetten. Dus het opzetstuk draaien. Dit is het eerste deel van mijn haar en ik ben heel blij met het resultaat. Het zijn dus echt natural waves en dit was echt op 5 minuten helemaal. Klaar. Dus nu gaan we over naar het tweede deel. Het is super makkelijk en heel efficiënt en snel. Dus nu klikken we terug het parallel systeem op naar de andere kant toe. Dit is het eerste deel. Het is helemaal klaar. En kijk, dit resultaat is echt waanzinnig. Mijn haar komt er ook echt heel mooi uit. Het is heel goed gelukt en super efficiënt. Het was ook weer op 5 minuten gewoon helemaal klaar. Dan gaan we over naar het allerlaatste deel. En dan kan ik jullie eindelijk het eindresultaat tonen. Dus we switchen weer naar de andere kant. Oké, dus dit is het resultaat en ik vind het zo cool. Ik vind het echt absurd goed gelukt en ja, het is gewoon echt de wavy look dat ik wou. En ik had dit echt gewoon op 10 minuutjes helemaal klaar. En dan ga ik nu nog de laatste details afwerken. Dus ik ga nog even met de föhnborstel door mijn bangs gaan, dus dat ze iets meer volume hebben. En nadien ga ik ook even de flyaway part gebruiken voor nog alle haartjes die dat ze nog wat omhoog staan naar beneden te krijgen. Kijk hoe het gelukt. En dan gaan we nog even de flyaway part
erop zetten. Met dit dus gesloten. En dan kunnen we dit. Nu dat mijn haar klaar is, ga ik mijn outfit aantrekken en dus mijn make-up ook verder afwerken, want ik heb nu helemaal niks op. Dus dat gaan we nu even doen. Ik ga gaan voor een zwarte eyeliner, omdat ik dus een hele full black outfit heb. Dus ik vind dat er zeker en vast wel bij passen. En nadien gaan we ook een beetje foundation opbrengen en dan ook een lipglossje. En dan zijn we eigenlijk helemaal klaar. En ik ben echt heel blij met het resultaat van de Airwrap. En mijn krullen zijn nog steeds echt super mooi. Dus als jullie nog geen cadeautip hebben of cadeau idee voor je mama of je zus bijvoorbeeld, is de Multistyler, de Airwrap van Dyson, wel echt een heel heel goed cadeau om af te geven. Setting powder aanbrengen. Even een blush op. Dan een eyeliner. Dan breng ik even wat oogschaduw aan. Het is eerder zo een bruin blinkend. Zo, mijn haar en make-up zijn helemaal klaar. Ik heb gewoon een beetje mascara aangebracht, lipgloss en dan een zwart lijntje in mijn waterlijn. Dus ja, ik ben helemaal klaar. Behalve mijn outfit, die ontbreekt natuurlijk nog en die ga ik nu aandoen. Hi guys, dit is de final look en ik ben zo blij met hoe dat ik mijn haar zo goed heb kunnen krullen met de Dyson Airwrap. Ik vind dit echt een fantastisch toestel gewoon. En ik wou dus echt natural waves en het is mij ook effectief gelukt. Dus ja, ik ben echt super blij. Mijn make-up is ook helemaal klaar. Dus het is een zwarte broek, een legging-achtig. Met dan een zwarte blazer over. En achteraan is er ook nog zo een band helemaal in glitter. En ja, ik vind de outfit echt super cool. Helemaal in het thema. En als jullie nog op zoek zijn naar het ultieme cadeau, dan raad ik jullie zeker de Dyson Airwrap Multistyler aan. Ik vind het echt een fantastisch toestel. En het is heel gezond voor je haar. Je haar glanst ook helemaal. En ja, ik vind het gewoon het perfecte cadeau voor kerst. Dus als jullie nog niets hebben, voor jullie mama, jullie zus of jullie nichtjes, is dit zeker de beste cadeautip die ik jullie kan meegeven. Sleigh bells ringing, diamonds blinging.